Goedemorgen. Goed dat je weer kijkt naar deze videokerkdienst van de Brugkerk in Nieuwebrug. Mooi om toch op zo'n manier met elkaar verbonden te kunnen zijn. En ik krijg verschillende mailtjes en appjes van jullie waarin dat ook genoemd wordt, dat dit gewaardeerd wordt. Vorige week kregen we goed nieuws. We konden het niet meer verwerken in deze video. Maar bij Peter en Janieke is er een kindje geboren. David. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Ja, en in de Brugkerk is het dan traditie dat we een schaapje geven. En dat is nu wel heel erg toepasselijk, dat schaapje. Want over David is bekend dat het een schaapherder was. Peter en Janieke namens de Brugkerk van harte gefeliciteerd en dit schaapje komt natuurlijk jullie kant op. Geniet ervan om met z'n drieën te zijn. We zitten op dit moment in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Ja, en er zitten eigenlijk twee elementen in. Pasen, de levende Jezus, en Hemelvaart, de hemel. En die twee elementen die komen vanmorgen terug in de lezing. We staan met elkaar stil bij Openbaring 4. Maar laten wij eerst een moment stil worden om ruimte te maken voor een ontmoeting met God. Wij lezen vanmorgen in Openbaring 4, vers 1 tot en met 11. Daar zegt Johannes: hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En de stem die mij eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. En om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. En van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. En ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal.
En midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. En elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Een dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als de wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit, die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Ja, er gebeurt veel in Openbaring 4. En om een beetje lijn in het verhaal te houden, heb ik de preek daarom vanmorgen in drie delen geknipt. Allereerst wil ik met jullie nadenken over die open deur aan het begin van het gedeelte. En daarna wil ik met jullie stilstaan bij de troon, een beetje in het midden van het gedeelte. Wat gebeurt daar allemaal? En tot slot wil ik het met jullie hebben over worship, aanbidding. Wat betekent dat nu? Nou, dan weten jullie straks waar jullie een beetje zijn in de preek. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Het is een gesloten deur. Deze uitspraak wordt in ons dagelijkse leven nog wel eens gebruikt om aan te geven dat een periode in je leven nu echt is afgesloten. Of andersom, dat juist iets in de toekomst, iets waarvan je misschien droomde, toch niet doorgaat. Ook bij Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, zijn in de afgelopen tijd deuren gesloten. Wat is er gebeurd? Nou, in de afgelopen jaren was Johannes een soort bisschop, een kerkleider geweest over zeven kerken in West-Turkije. Maar door het harde beleid van de Romeinse autoriteiten tegenover de christenen werd Johannes op een dag gearresteerd en verbannen naar een eilandje in de Egeïsche Zee. Patmos. Moet je het jezelf eens voorstellen dat dit jou zou overkomen? Het kan niet anders dan dat dit alles impact gehad moet hebben in het leven van Johannes. Er werden deuren gesloten zonder dat hij dat zelf wilde. Hij moest zijn mooie werk noodgedwongen staken. Contacten werden verbroken. En hij kwam letterlijk op een eilandje te zitten. Ja, en dan? Wat zou er van Johannes overblijven nu alles is weggevallen? Hoe zal het hem vergaan? Het mooie is dat Johannes in de afgelopen hoofdstukken, hoofdstuk 1 tot en met 3, in ieder geval mag ervaren dat hij er niet alleen voor staat. Want op een dag hoort Johannes een stem. Het was de stem van zijn levende Heer Jezus. Het is natuurlijk prachtig als je die stem mag horen, juist in zo'n situatie. En de stem bemoedigt Johannes: wees niet bang, ik ben er.
En ik ben er ook voor de kerken die je achter hebt moeten laten. En de stem spreekt daarna ook nog die 7 kerken persoonlijk toe. Het is bijzonder. En daarna gebeurt er nog meer. Zojuist lazen wij erover in de Bijbel. Want Johannes krijgt een visioen te zien. Een visioen van een open deur in de hemel. En met dat Johannes die open deur ziet, hoort hij ook die stem van Jezus weer, die hem uitnodigt om hogerop te komen en door deze deur naar binnen te gaan. Ja, het is net alsof dit visioen wil zeggen, Johannes, zoek je vervulling, je troost, je doel niet beneden. Maar zoek het hogerop en vind het boven. De deur staat open. Ik moest denken aan ouders die tegen een zoon of dochter die op kamers is gegaan zeggen, vergeet nooit, wat er ook gebeurt, onze deur zal altijd voor je openstaan. Nou, zoiets wordt vandaag ook zichtbaar bij Johannes. Er staat een deur open in de hemel. En als wij dat even op ons laten inwerken, ja, dan is dat best ontroerend. Dat de levende Jezus zegt in alles wat je nu bezighoudt, de deur staat hier open. En dan raakt dit ook niet de basis van ons geloof, dat je als christen altijd mag zeggen, ik sta er niet alleen voor. Hashtag niet alleen. Er is een stem die mij opzoekt en uitnodigt. Om het telkens weer hoger op te zoeken. Omdat daar dankzij hem altijd de deur open staat. We komen bij deel 2. De bemoedigende troon. Johannes die zoekt het hoger op en gaat door de deur naar binnen. Ja, de stem was zo duidelijk, hij haalt het niet in zijn hoofd om die uitnodiging te negeren. En wij mogen als lezer met hem mee door de deur. En wat Johannes daar achter de deur mag gaan doen is eigenlijk simpelweg een kijkje nemen achter de schermen van de geschiedenis. De theoloog Miss Kotte zegt, Johannes krijgt daar een samenvatting van de geschiedenis. Ja, voor de schermen ziet het er natuurlijk altijd anders uit dan achter de schermen. Ja, als je bijvoorbeeld naar een theater gaat, ja, dan zie je in de zaal niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Ja, en zo heeft Johannes ook altijd het theater van de wereldgeschiedenis van voor de schermen bekeken. Nou, en dat was een heftig theater. Met gesloten deuren. Met pijn. Met machtige wereldleiders die het de kerk niet makkelijk maakten. Maar wat zou Johannes achter de schermen gaan zien? Wat zou hij gaan zien? Wat zou hij nu misschien wel zien wat hij op aarde niet zag? Hoe zou de hemelse samenvatting van de geschiedenis eruit zien? Wat Johannes ziet is een troonzaal. Met in het centrum een opvallende, statige troon. Er staat dus een troon achter de schermen. Er staat een troon als samenvatting van de geschiedenis. En op de troon zit God, de eeuwige. Ik weet natuurlijk niet hoe dit op jou overkomt, maar ik krijg nu niet per se de meest positieve associaties bij een troon. Want is dat niet juist iets voor dictators?
Alleenheersers die zichzelf heel wat vinden. Is een troon ook niet hopeloos ouderwets in een tijd waarin wij democratie kennen? In de tijd van Johannes was de troon de zetel waar een keizer op zat. Nou, Nero is net keizer geweest in het Romeinse Rijk. En dat was niet makkelijk. Nero liet zich vereren als God en hij deed verschrikkelijke dingen. En ook onder de huidige keizer, Domitianus, is het niet alles. Het feit dat Johannes nu op Patmos zit, ja, laat er al iets van zien. Een troon. Tja. Nee, zoals wij tronen kennen uit het verleden, maar ook zeker uit het heden, roept dat nu niet echt iets positiefs op. Maar toch kan een troon ook positief zijn. Want een troon laat namelijk ook iets zien van zekerheid, onverzettelijkheid, stabiliteit en recht. En als je dat vooral voor ogen ziet, dan is het juist ook weer heel bemoedigend voor Johannes, voor de 7 kerken in Turkije en ook voor ons. Dan is het bemoedigend dat achter de schermen van de wereldgeschiedenis, dat heftige theater, al die tijd, wat er in de eeuwen ook is gebeurd en nog gebeuren zal, God blijkbaar onwankelbaar op zijn troon zit. Dat er in de onzekerheid van de geschiedenis één ding wel zeker is, dat God niet verandert. En wat deze troon in de hemel nog extra bemoedigend maakt, is de regenboog rondom de troon. Vaak wordt er gedacht dat de regenboog is gegeven als een herinnering voor ons. Dat God het nooit meer zal laten gebeuren dat er een waterramp onze planeet treft. Maar in Genesis 9 vers 14 tot en met 16, een gedeelte over de regenboog staat. En dan zegt God, het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens op aarde. God heeft de regenboog dus niet gegeven als een herinnering voor ons. Ook al is het mooi dat wij ook herinneren als die boog in de wolken staat. Maar het is juist als een herinnering voor zichzelf. En dag in, dag uit ziet degene op de troon dus de regenboog. En dag in, dag uit krijgt God als het ware een reminder. Denk aan je belofte. Wat moet dit allemaal een bemoediging zijn geweest voor Johannes? Eerst die stem, toen de open deur en nu ook nog de troon met de regenboog eromheen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de glazen zee. Niet een woeste levenszee, maar een glazen zee, spiegelglad, helder voor de troon. Johannes wordt eraan herinnerd dat achter de weerbarstige werkelijkheid van keizers, vervolgingen, gesloten deuren, God gelukkig dezelfde blijft. Dat er een onwankelbare troon staat. En dat de God op deze troon geen kille, meedogenloze alleenheerser is, een dictator, maar juist dagelijks denkt aan zijn schepping door de regenboog. Gods troon is een genadetroon. En dan komen wij bij het laatste deel. Worship. Of aanbidding. Ja, want rondom die grote troon van God ziet Johannes ook nog 24 andere tronen staan met oudsten erop. Met gouden kransen op hun hoofd
in witte kleding. 24, dat is 2 keer 12 tronen. En 12 is een compleet getal in de Bijbel. 12 stammen, 12 leerlingen en zo zijn er nog wel wat voorbeelden. Maar Johannes ziet 2 keer 12. De kring is dubbel compleet. Het is een afspiegeling van alle gelovigen in haar kleurrijkheid. En ook jij en ik zijn als het ware in deze kring van 24 opgenomen. Johannes die ziet wie wij zijn voor God. Schoongewassen, overwinnaars, de krans al op het hoofd. Johannes ziet daarna ook nog 4 bijzondere wezens bij de troon. Die symbool staan voor de hele schepping. En dag en nacht herhalen die wezens: heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is, die komt. En terwijl deze 4 wezens dit zingen en uitroepen, werpen de 24 zich voor de troon van God neer. Aanbidden, worshipen hem. En leggen hun kransen voor hem neer. Terwijl ook zij zingen: U komen alle lof en eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Johannes ziet dat de hele mensheid, de hele kerk, ja, de hele schepping geroepen is om God te aanbidden. Het kan niet anders dan dat wij dit doen, uit diep ontzag voor Hem die achter onze werkelijkheid altijd dezelfde blijft, met ons bestaan bewogen is. Nou, hier moet het naartoe. Het eerste waar veel mensen aan denken bij het woordje worship of aanbidding, is toch vaak het zingen van aanbiddingsmuziek. Misschien wel de armen in de lucht. God prijzen. Of misschien denk jij wel aan het bordje naast een kerk in Engeland, waarop staat geschreven worship service. Om aan te geven wanneer er kerkdiensten zijn. Ja, en zingen en kerkdiensten, dat is inderdaad allemaal worship, aanbidding. Wat wij op zondag of in onze stille tijd doen, is instemmen met de schepping voor Gods troon. Een mooie gedachte. Maar worship is meer. He, wanneer de schepping die 4 wezens dag in dag uit de lofzang gaande houdt, buigen de 24 zich telkens neer en leggen hun kransen voor de troon. En dat doen ze elke keer weer opnieuw. Buigen, krans neerleggen. Aanbidding is dus niet alleen iets voor zondag of voor tijdens je stille tijd. Nee, aanbidding is een continue manier van leven. Aanbidding is dat je beseft dat je het niet alleen redt, maar de schepper nodig hebt. Dat het leven door hem gegeven wordt. Aanbidding is de verwondering over de open deur in de hemel, dankzij het werk van de Heer Jezus. De verwondering ook over de stabiliteit van Gods troon. Ondanks de stormen die er in de wereld kunnen zijn. Aanbidding is je hele leven dag in dag uit aan God toewijden. In werken, in studeren, in thuis zijn, ja in alles. En aanbidding is ook, als wij de Bijbel lezen, recht doen aan de ontferming, hè, die regenboog rond Gods troon. Jacobus zegt bijvoorbeeld in zijn brief: voor God de Vader is alleen dit, reine, zuivere aanbidding. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood.
en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Aanbidding is een way of life. Dat is iets wat wij in de kerk nog wel eens vergeten. Maar ook morgen en overmorgen mag je op je werk, thuis, in je gezin aanbidden. Gewoon in je doen en laten. Tot slot zou ik jullie graag drie takeaways willen meegeven voor de komende week. Allereerst, er is een open deur. Welke deuren zijn er bij jou gesloten in de afgelopen tijd? Was dat de deur van werk of de droom van het kinderen krijgen? Het verliezen van een geliefde? Het kan veel zijn. Wat verward je op dit moment? Vanmorgen hoorden wij Jezus zeggen, zoek het hogerop. En weet dat de deur in de hemel altijd voor je open staat. Als tweede zou ik je willen meegeven dat er een troon staat achter onze werkelijkheid. Er kan zoveel gebeuren om ons heen, heftige dingen, net zoals in de tijd van Johannes. Maar probeer het je eigen te maken om achter deze dingen de onwankelbare troon van God te zien. Weet en vertrouw erop dat Hij dezelfde blijft. Op ons betrokken is, dichtbij is. En als derde, wij zijn geroepen tot aanbidding, worship. En niet alleen op zondag, tijdens je Bijbelstudie of stille tijd. Maar we zijn geroepen tot aanbidding als een way of life. Ik zou zeggen, probeer dat idee eens in je leven te integreren. Probeer er regelmatig over na te denken. Eer en aanbid ik God met wat ik nu aan het doen ben, of doe ik juist het tegenovergestelde? Amen. Laten wij danken en bidden.
Heere God, trouwe Vader in de hemel, we komen u bedanken dat we vanmorgen toch op een bijzondere manier mochten samenkomen. Mochten samenkomen om te luisteren naar uw woord. Te luisteren naar wat u ons te vertellen had. En dank u wel dat we met elkaar stil mochten staan bij Openbaring. Dat we mochten zien met Johannes dat er een deur geopend is in de hemel. Dat de deur daar altijd open staat. Dank u wel daarvoor. En God, wilt u ons helpen om die deur ook elke keer weer te vinden? Ook als wij het moeilijk hebben. Maar ook als we het makkelijk hebben. En het ons voor de wind gaat. Dat wij regelmatig die open deur opzoeken. Dank u wel dat Johannes ook een kijkje mocht nemen achter de geschiedenis. Wat was het bijzonder wat hij zag. Een troon die onwankelbaar daar stond in de troonzaal. Een troon met u erop. En Heere God, wij zijn vaak zo bezig met alles wat er in de wereld gebeurt. We kunnen ons erdoor laten beïnvloeden. We kunnen ons erdoor laten beangstigen ook soms. Maar wat is het goed om dan naar die troon te kijken? En te zien dat achter onze werkelijkheid u altijd dezelfde blijft. Heere God, we hebben het ook gehad over aanbidding. We belijden nu dat soms best wel karig is in de kerk. God, wat kunnen wij veel leren van dat voorbeeld van die 24 oudsten rondom uw troon. Die continu aan het buigen zijn en hun kronen voor u neerlegden. God, help ons om aanbidding ook te zien als een manier van leven. Dat wij in ons leven er bewust van zijn dat wij leven om u groot te maken. In ons hele doen en laten. Heer God, we willen ook bidden. We willen u bidden voor Rotterdam. Voor Nieuwebrug. Wil u bidden voor alle mensen die te maken hebben met corona. Mensen die ziek zijn. Mensen die afscheid hebben moeten nemen van geliefden. Mensen die juist ontzettend druk zijn op het IC. Bidden voor mensen die de deuren op hun werk zagen sluiten. God, we willen al die nood bij u brengen en wil u vragen, ontferm u over ons. Denk aan uw verbond. Kom en herstel ons land. We komen u ook bedanken vanmorgen voor nieuw leven bij Peter en Janieke. Dank u wel dat u die deur geopend heeft. En dat Peter en Janieke nu een zoon mogen hebben, David. God, wilt u bij hen zijn
en zegenen. En we brengen ook de hoop bij u dat David mag opgroeien als een kind van u. In een moment van stilte willen wij onze persoonlijke vreugden, maar ook de dingen die ons bezighouden, voor u neerleggen, voor uw troon leggen. Wilt u naar ons luisteren als wij in de stilte bidden? We willen afsluiten door samen het gebed te bidden dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Aan het einde van de dienst mag ik jullie de zegen meegeven. Ga ook komende week met God en Hij zal met je zijn. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest, die is er voor jullie allemaal. Amen.